Aanstormend choreografie, talent en podium geven. Dat is de bedoeling van het rondreizend dansfestival Moving Futures. Arthouse Lux is een van de 8 theaters waar de jonge makers hun voorstellingen laten zien. Moving Futures is een hedendaags dansfestival die wij organiseren. Dat zijn Generale Oost en Nieuwe Oost uit Arnhem. En wij organiseren dat als productiehuis voor dans, talentontwikkelaars. Samen met 4 andere, Random Collision uit Groningen, Dans Brabant uit Tilburg, Dansmakers Amsterdam en Dansateliers Rotterdam. Macho Macho heet de voorstelling en het is geïnspireerd op hedendaags machismo eigenlijk. En dat heb ik vertaald naar een woordloze korte voorstelling van 20 minuten over mannelijkheid en ja, wat betekent man zijn vandaag de dag? Mag een man ook kwetsbaar zijn? Dat is de vraag die ik me afvroeg. En dat zie je in de voorstelling. Nou, hedendaagse dans vinden veel mensen toch op de een of andere manier een hoge drempel hebben. En denken ze, ik ken het eigenlijk niet. Het is ook onbekend werk wat we doen. Hè? Dus dat maakt het ook kwetsbaar. Onbekend maakt onbemind. En met zo'n festival willen we onbekend eigenlijk bemind maken. Namelijk een festival, je kan van alles soort proeverijen, je kan van alles zien, je kan van alles meemaken, zelf doen. Het is heel belangrijk en er is heel veel talent. Daarom is het zo belangrijk om iedereen zoveel mogelijk een podium te geven. En ik heb het geluk dat ik hier onderdeel van mag zijn om nieuw publiek te leren kennen. We zijn heel erg blij dat we in Lux staan. We hebben 3 jaar geleden voor het eerst een pilot gedaan. Dat liep heel erg goed. Dit is de 3e editie die we nu doen met Lux. En we hebben inhoudelijk ook de handen ineengeslagen. En dat betekent in dit geval dat we dansvoorstellingen hebben wij geprogrammeerd. En Lux heeft gezegd, wij adopteren en omarmen dit festival. Het is voor iedereen bedoeld die geïnteresseerd is in dans. Voor iedereen die het avontuur wil aangaan. Voor mensen die houden van naar festivals te gaan. Voor mensen die houden van het nieuwe. En voor mensen die ook de koppeling interessant vinden tussen wetenschap en dans, tussen film en dans. En dat op een brede manier willen onderzoeken.